stond overal. Oh, ik wou weer goed te doen aan Danny Koevermans. Danny zit ook bij ons mee te kijken, zit ook goed. Wat is dit een fantastische dag op dit? Ja, dat is niet normaal. De zon schijnt, heel Eindhoven staat op zijn kop. Dat is mooi. Ja, je hebt gisteren al feest gehad, vandaag weer. Wat is nou het mooiste? Niks is mooier dan dit. Voor... Heel Eindhoven, kijk. Ja, zeker mooi. Hartstikke mooi op het balkon. Ja, Danny Koevermans, de groeten van Jeroen Zoet. Ja, mooi. Maatje van je? Ja, zeker. Ja, dat is 10 jaar geleden ontstaan. Heeft volgens mij wel eens verteld dat ik hem op ging halen toen hij nog bij het gastgezin woonde. Dan reed hij altijd mee. Dan was ik zijn chauffeur. En toen al tegen hem gezegd, joh, wel onthouden dadelijk, want jij staat dadelijk in PSV 1. Jij gaat Nederland zelf te halen, dat moet je mij niet vergeten. Hè? En er is toch wel een mooie vriendschap uit ontstaan. En we zien elkaar nog geregeld met een klein groepje waarbij we Champions League avondjes dan met elkaar voetbal kijken en dan een Chineesje eten. Dus ja, volgende week woensdag dan is de volgende pandaputje, Nieuw Oriental, of hoe we het ook noemen. Al die Chinezen waar we bestellen. Volgende week zie ik hem weer. En voor de rest heb ik hem even gewoon natuurlijk bericht gestuurd. Met van tevoren succes en met het behalen van het kampioenschap. Maar ik wou hem nu lekker met rust, want geloof me, die houdt ook wel een feestje. Ja, en die gaat hem wel knallen.